Ja, je hebt gescoord, maar in het verkeerde doel. En je was ook heel emotioneel na de wedstrijd. Vertel eens, ben jij zo'n jongen? Ja, ik ben wel een gevoelsjongen. Het is natuurlijk altijd best wel kloot als je een eigen goal maakt. En het is tevens ook de enige goal die er is gemaakt van de dag. Dus het is helaas zo. Ja. Maar dat is toch niet iets, ja, kijk maar mee, wat je expres doet. Heb je daar schuld aan, vind je dat? Nee, ja. Natuurlijk maak ik geen eigen doelpunt expres. Maar die bal, je ziet het, ik wil hem wegwerken. Maar hij valt aan de binnenkant van mijn linkerbeen. En dan valt zo erin, ja. Is ongelukkig, maar ja, dit soort dingen maak je ook alleen maar een sterker en betere voetballer, denk ik. Ja. Is het iets mentaals dit dan? Want je probeert het met je rechterbeen weg te werken. En volgens mij is je linkerbeen is natuurlijk iets beter normaal gesproken. Speelt dat mee? Denk ik niet. Oh, dat denk sorry. Ik niet. Alleen ja, de bal komt gewoon heel ongelukkig om mijn been. En daar ben je dan wel even kapot van dat het dat de ploeg dupeert. Dat je daar de 3 punten misloopt. Maar we moeten gewoon weer verder en op naar Feyenoord, denk ik. Ja. Iedereen verwachtte eigenlijk dat jij rond deze tijd helemaal niet meer bij ADO zou spelen. Misschien jij zelf ook wel. Ben jij verbaasd dat je hier nog bent? Verbaasd wil ik zeker niet zeggen. Je komt natuurlijk uit een moeilijke periode door de corona. Je zegt altijd dat je een stap wil maken. En dat heb ik ook wel uitgesproken. Alleen als het niet komt, dan komt het niet. En dan ben ik gewoon nog steeds tevreden bij ADO. En zoals je ziet, ik was geëmotioneerd omdat ik gewoon van de club hou en alles wil geven voor de club. Dus ik geef gewoon 100% voor ADO en de rest komt later wel, want nu is het nog te vroeg bij de wedstrijd, na de wedstrijd. Ik dacht misschien ben je ook wel geëmotioneerd omdat je denkt van het was misschien mijn laatste wedstrijd en dan verdorie met een eigen goal. Nee, ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Je kan niet in de toekomst kijken. Je weet niet wat de stand van zaken zijn. Maar er speelt wel van alles, toch? Nou, niet dat ik weet. Ik hou me daar niet mee bezig. Ik ben gewoon gefocust op het voetbal. En meer ook niet. Dat is denk ik het belangrijkste, toch? Je hebt je gelijk in. Dankjewel. Dankjewel.